Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? Oké, mensen, we zijn de makers van Epic Fails. Onze filmpjes beginnen in de... Het is al lente, maar als het wat warmer wordt, dan kunnen we terug goed beginnen. Om jullie ondertussen wat bezig te houden met onze filmpjes, hebben we hier voor jullie mijn AK-47 en daar de M9, denk ik. MP9 ligt er op de grond. Die gaan ze biedt kijken. Even kort uitleg. We staan nu op niet safe. Safe. Niet safe. Om te laden, trekken. Hier een hopper, dat is om harder te schieten. Die staat nu aan. En de lader, bij de meeste denk ik gewoon dat ze erin steken. Als je dat insteekt, dat lukt niet. Moet je gewoon haken, duwen. En nu zal Jari nog wat verder vertellen. We gaan dus shooten. We schieten onderweg tussen lading leeg en daarna geven we uitleg over de MP9. Dat was er los over. Oké, nu ga ik dus een uitleg geven. Stefan heeft ook nog eens vergeten te zeggen. Ons lieve Stefanke daar heeft de doos niet heftig gelezen. En daarom moeten we het nu zo laden. Wel spijtig. Even draaien, de kogeltjes naar boven komen. Anders kan je niet heftig schieten. En nu, even dit verstoppen. Omdat we nu nog niet zien, is een verrassing. Een half kapotte verrassing. Oké, oefen. Die doos daar. We schieten dus met professionele kogeltjes. Die doos daar. Daar mik je op. En sorry als ik te veel beweeg. Is er iets gekomen? Raak, ja. Raak. Straks hebben we iets harder geschoten met hop en dan met een professioneel kogeltje. En dat kan dit veroorzaken. Dus mensen, schiet er nooit mee in de vel. Als je op elkaar schiet, protection, bescherming. Alright, let's shoot. Judo bescherming vooral. Taekwondo, borststuk, hoofdstuk. Gaat dat doorvliegen waarschijnlijk. En nu gaan we onsafe doen. We gaan, wacht even, hè. Wacht, hè. Ik zeg ja als je mag schieten, hè. Was het raak? Ja, het was raak. Waar was het raak? Hier. Dit puntje. Gaan jullie op en zetten jullie alles terug? Mocht ik niks zeggen, of wat? Ja, oké. Maar dat geeft niet. We gaan nog een keer. Oké, indien we moeten opruimen. Mocht mijn professioneel kogeltjes wel meenemen. Wacht even, indien we moeten opruimen. Ja, dat moet niet. Gaan we onze belasting doen. Nog even uit. De MP fucking 6. MP 9. Domme. Dit is een mikvizier. Waar je zo door moet mikken. Ready? Oh, kut wind. Dit is de zo laat. Mooie verpakking. Ja, dit is ook nog een lichtje wat er eigenlijk naast moest. Maar als we niet vast krijgen. Als iemand weet dat je dat vast moet krijgen voor de MP9. Comment het dan, want dit comment. Comment, mensen. Dit is de bovenkant. Misschien iets in de winkel zien. Het geweer. MP9, Tai Ching of zoiets. Superpower. Het geweer is wel een beetje kapot. Klote geweer dus. Ja, volgende. Je laat het zo. En zo knal je. Oh, de meisjes komen. Kom, stop, voordat die het verpesten. Ja, wat?
in en moet schieten. Een kogeltje. Andere maker met het rode jasje. Ja, dat mag niet van zijn. Je mag er niet eens door. Catch. Het verkoopt dit. Tom. Away. Away. Ga je dat niet weten, sister? Nee. Nee, op YouTube. Kijk. Het verkoopt. Je moet wel mijn toestemming hebben, want ik ben daar zo niet gekomen. Nee, ik ben niet verwijderd. Oh, fuck. En het schiet niet, daarom zijn ik een kut geweest. Ik heb een plan. Nee. Echt niet bang van nu, hè. Het is een kleiner zo. Oké, okay, dan. Het is geen aanrader, volgens mij van Frieksfout. Fucking van Frieksfout. Van Frieksfout. Oké. Okay. En mijn mama weer. En dit was het dan voor... Dit was het. En hier is onze werkende morgen. Ik hoop dat ik dat morgen op YouTube zie gepost. Dit was het dan voor ons ding. Oh, lege lading. Lege lading, ik hoor het. Adios amigos, epic fails. Peace.